We moeten het hebben over etnisch profileren. Dat klinkt een beetje als een vrije tijdscursus met houtsnijden. Ja, ik deed vorig jaar de Exuma. Deze herfst ga ik etnisch profileren. Daar word je heel rustig van. Het is heel leuk om te doen. Maar dat is dus niet leuk. Etnisch profileren door de politie. Er wordt al jaren over gediscussieerd. Uit nieuw onderzoek blijkt dat allochtone Nederlanders inderdaad relatief vaak worden gecontroleerd. Precies. Dat is een groot probleem. We hoorden het eerder van Typhoon en van Feyenoordkeeper Kenneth Vermeer. En daar moet iets aan gebeuren. Maar daarvoor moeten we eerst het probleem in kaart brengen. Het programma Brandpunt, dat is een soort rambam voor volwassenen, deed een poging. Zij reden een dagje mee met de politie. Waarvoor is het dan? De Brandpunt wordt 6 september uitgezonden. Brandpunt. Weet je wel? Tun, 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 tun. Zeg niks. Kijk niet zoveel Nederland 1, 2 en 3. Je kijkt niet zoveel Nederland 1, 2 en 3. Hij weet zelf blijkbaar ook niet op welke zender Brandpunt is. Maar hij loopt wel de jongens te dissen omdat ze die fucking tune van Brandpunt niet kennen. Oké, nog eentje dan. Nieuwsuur, kennen jullie dat? Nee? Mee naar het bureau. Mee naar het bureau. Oké, goed. Voor de politie is etnisch profileren dus een leuk avondje gein op het plein. Maar het is niet fijn als je er steeds weer wordt uitgepikt. Gewoon vaak bij jullie? Ja. Regelmatig. Wanneer was het nou? Maandag of zo? Dat er ook weer ergens een parkeerplek stond. Dan kwam er ook de politie langs. Ook even uit de auto en alles. Heel vervelend. Die jongens worden dus steeds weer langs de kant gezet. En waarom? Ze hebben niks gedaan. Heel vervelend. Is het terecht of niet? De jongens blijken een strafblad te hebben. De auto stond op naam van een ander. En er was al 2 keer eerder drugs in aangetroffen. Oké. Deze jongens werden er niet uitgepikt vanwege hun huids... blur. Dus dan kan je denken, oh, het valt wel mee met het etnisch profileren. Maar dit is anekdotisch bewijs. Er is ook een heleboel ander anekdotisch bewijs. Hoe vaak bent u de afgelopen jaren aangehouden, meneer Roethoff? Ik ben gestopt met tellen. Vaak, veel te vaak. 2 keer in de week word ik wel gewoon onterecht aangehouden. Als dan 2-3 dagen achter elkaar bijvoorbeeld gebeurt, dan word je wel een beetje moe van. Ja, ik word vaak door de politie staande gehouden. Het komt regelmatig voor dat ik word staande gehouden. Ik ben de afgelopen jaren ben ik gewoon vaak aangehouden en onterecht. Je laat je idee zien en dan wordt de vraag gesteld, wat doe je hier? Ja, wat doe je hier? Wat doe ik hier? Ik woon hier om de hoek. Ja, dit zijn heel veel voorbeelden, maar het blijft nog steeds anekdotisch bewijs. Gelukkig is er nu ook echt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het vermoeden was er al, maar nu staat het ook op papier. De politie kijkt te vaak alleen naar huidskleur als ze iemand aan de kant zetten. Maar liefst 40% van de controles die agenten op eigen initiatief doen, valt niet te rechtvaardigen. In 40% van de gevallen worden mensen ten onrechte door de politie staande gehouden. Maar liefst 40% van die controles valt dus niet te rechtvaardigen. Wauw, 40%. Dat is heel veel. En ik vind dat schokkend, dus ik heb het onderzoek er even bij gepakt. Het heet boeven vangen. Dat klinkt objectief, niet Turken turven of zo. Boeven vangen. En omdat iedereen het steeds heeft over die 40%, gaan we even kijken naar waar dat getal precies vandaan komt. Op zoek naar die 40%. Kijk, de onderzoekers hebben in totaal 30 dagen meegelopen met de politie. In die 30 dagen hebben agenten 272 situaties beoordeeld. Dat is niet superveel. Maar vooruit, 272 mensen. Als daarvan 40% onterecht aan de kant is gezet vanwege zijn huidskleur, dan is dat heel veel. Maar dat is niet zo. Want van die 272 situaties is de politie maar 174 keer tot actie overgegaan. Bijvoorbeeld iemand langs de kant zetten. Maar de rest hebben ze dus helemaal niet ingegrepen. Nou, oké, nog altijd veel als 40% daarvan onterecht is. Maar ook dat is niet zo. Want in de meeste gevallen was er wel iets aan de hand. Bijvoorbeeld een verkeersovertreding of zo. Dus slechts in 57 gevallen, in dit kleine stukje, hield de politie iemand staande zonder concrete verdenking. En we zijn er nog niet, want van die 57 hadden er maar 32 een allochtoon uiterlijk. Maar in 3 gevallen zagen de agenten dat pas achteraf, omdat iemand bijvoorbeeld getint glas had. Dat is echt waar, dan kun je die huidskleur dus helemaal niet zien. Dus het zijn nog maar 29 incidenten waarbij etniciteit kan hebben meegespeeld. Nou, en daarvan waren er 12 mensen die zonder goede reden werden aangesproken. En dat is die 40% die overal in het nieuws kwam. 12 mensen.
Dus niet 40% van die hele groep, maar van die 29. En zijn die 12 mensen dan allemaal slachtoffer van etnisch profileren? Zelfs dat weten we niet zeker. Als je naar die 12 gevallen kijkt, dan zie je hoe ingewikkeld het is. Er was bijvoorbeeld een Oost-Europeaan die in een speeltuin zat. Er was een Marokkaanse Nederlander met een vrachtwagen van een bedrijf dat vaak wordt gebruikt door Marokkaanse Nederlanders die drugs vervoeren. Drie mensen liepen snel weg toen ze de politie zagen, et cetera. Je weet dus nog steeds niet of etniciteit de hoofdreden is geweest. Agenten profileren op heel veel verschillende kenmerken en het blijkt heel erg moeilijk vast te stellen hoe groot de rol van etniciteit is. Het enige wat je echt uit dit rapport kunt opmaken is dat het gruwelijk ingewikkeld is. In de media zijn ze natuurlijk dolblij met een spectaculair percentage om de wereld in te slingeren, maar op basis van dit onderzoek kan dat dus niet. Loop ik even terug naar mijn deskje. En dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook die onderzoekers zelf. Die vonden namelijk geen significante samenhang tussen het uiterlijk van burgers en beslissingen van de politie. Ze hebben zelfs van tevoren een blog van 4000 woorden geschreven waarin ze al voorspelden dat de media met die resultaten aan de haal zouden gaan. En dat is dus ook precies wat er gebeurd is. 40%. Maar liefst 40%. 40%. 40%. En nu lijkt het misschien weer alsof het probleem wel meevalt. Maar dat is ook niet zo. Want deze verhalen zijn wel echt. Dat etnisch profileren bestaat. En dat het een probleem is, daar kun je nu echt niet meer omheen. Want je zult maar Typhoon zijn, of Kenneth Vermeer, of Rachel Hazes. En elke keer word je weer aan de kant gezet vanwege je kleurtje. Ik praat daarover door met onze correspondent etnisch profileren, Stijn van Dam. Hoi Arjen. Hoi. Hey. Stijen. Ja. Arjen. Ik heb jou een paar dagen geleden op pad gestuurd met de auto om eens te kijken. Ik heb jou op pad gestuurd met de auto om eens te kijken hoe dat zit met dat etnisch profileren. Ja man, en ik rij nog steeds. Ik ben nu in Brussel. Nee, Luxemburg, volgens mij. Oh, nee. Okay. Nee, het is... Nee, ik zit in Amstelveen. Oké. En wat heb je ontdekt? Nou, etnisch profileren is dus echt een ding, Arjen. Ik heb er heel erg veel last van. Maar jij hebt er veel last van? Ja, ik heb het al 4 keer meegemaakt. Ben jij al 4 keer aangehouden? Nee, 4 keer etnisch geprofileerd. Net ook weer. Ik rijd langs een politiecontrole. Maar ja, die agenten die zien een blanke gast en ik mag gewoon doorrijden. Dat is toch schandalig? Alleen maar omdat ik geen kleurtje heb. Oké, dus je bent niet aangehouden? Jawel, ik ben 1 keer aangehouden. Maar toen zeiden ze, sorry meneer dat we u storen op uw weg naar uw werk waarschijnlijk. Maar heeft u toevallig 2 Antillianen in een bestelbusje gezien? Nou, had ik niet, dus mocht ik gewoon weer doorrijden. Superdom. Oké, maar... Dit is dan ook weer geen goed onderzoek, want jij hebt niks gedaan. Ja, dat denk jij, omdat ik blank ben. Maar wat jij niet weet, Arjen, is dat ik nu rondrij in een gestolen auto van een Marokkaan. Een gestolen auto van een Marokkaan? Ga je er nou meteen al vanuit dat die auto gestolen is, omdat die van een Marokkaan is? Nou ja, deze auto is sowieso gestolen. Door mij. Maar ik heb hem gestolen van een Marokkaan. Ja, ik kan daar niks aan doen. Hè. Het was toch weer gewoon een Marokkaan. Ja. Is het een Tesla of niet? Ik weet het niet. Maar ga je hem straks wel weer teruggeven dan die auto, of wat? Nou, ik ga hem natuurlijk gewoon teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, hè. Want het is een hele goedkope auto. Dus die Marokkaan die heeft hem waarschijnlijk weer gestolen van een Pool, hè. Want zo zijn de Polen! Volgens mij haal je nu wat vooroordelen door elkaar. Nee, dat zou ik nooit doen. Weet je wie dat wel doen? Portugezen. Allemaal. Maar Stijn, waar kunnen we nou op afgaan? We hebben dat complexe onderzoek. Bij Brandpunt leek het allemaal wel weer mee te vallen. Hoe zit dat nou? Kijk, nou, Brandpunt zit op de achterbank van een politieauto met een camera. En als er een camera op je gericht is, dan weet je, dat weet jij ook, dan gaat iedereen altijd veel beter zijn best doen. Oké, er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Utopia en Nederlands elftal. Maar verder iedereen. Ja, oké, maar toch even. Ik bedoel, ik heb er zelf geen last van. Ik word eigenlijk nooit aangehouden. En jij blijkbaar ook niet. Maar nee. Ik ken wel ook gasten die wel heel vaak moeten stoppen omdat ze een mooie auto en een kleurtje hebben. Nou,
Voor die mensen heb ik de oplossing. We moeten af van etnisch profileren en toe naar etnisch profiteren. Etnisch profiteren? Ja, het blijft gewoon zoals het is, maar dan leuk. Iedereen krijgt een stempelkaart. Een stempelkaart? En dan... Ja, elke keer als je onterecht wordt aangehouden, krijg je van de agent een stempel. En bij 5 stempels kun je je kaart inleveren voor het nieuwe album van Typhoon of zo. Of, maar bijvoorbeeld bij 10 stempels, dan krijg je 400 kilo cocaïne, zodat je ook een keer terecht kan worden aangehouden. Hè? Dat is ook leuk om een keer mee te maken. Oké, okay. Oh, slim. Ja, ik vind het wel slim. Ja, en dan bij een volle kaart mag je zelf een willekeurige politieauto aan de kant zetten. Zonder enige aanleiding. Wauw. Wat tof. Ja, en als die agent dan moeilijk gaat doen, dan zeg je maar dat het mag van Zondag met Lubach. Dat ken je toch wel? Nederland 1, 2 en 3, hè? Oké, sta je bedankt. Hey, dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week en tot volgende zondag. Hoi. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Leuk dat je keek. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat kan door te klikken. Normaal vind ik klikken niet zo netjes, maar nu mag het. Klikken.